4 jaar geleden haalde Samson Asscher nog naar Den Haag. Ik hou van mijn stad. Toch heb ik, na lang nadenken, ja gezegd tegen het verzoek van Diederik Samson om minister van Sociale Zaken en vicepremier te worden in het nieuwe kabinet. En nu is Asscher Samsons belangrijkste rivaal in de strijd om het lijsttrekkerschap. Ik ben best bereid om op een zeepkist te staan als dat helpt voor de dingen waar ik in geloof. Afgelopen donderdag oefende Asscher zijn boodschap al even in Groningen. Ik ben er trots op, echt trots op, dat wij toen het land echt in de blubber dreigde te zakken, er stonden en hebben gedaan wat nodig was. Als Asscher lijsttrekker wordt, zal hij ongetwijfeld hameren op de successen die hij heeft bereikt als minister. Dames en heren, we hebben toch een sociaal akkoord. Maar zijn tegenstanders zullen hem ongetwijfeld invrijven wat er allemaal niet goed ging. Een minister van werkgelegenheid die geen extra werk levert, dat is toch een minister die niet doet waarvoor hij er is neergezet. Ik heb hier geen knop om dat omlaag te draaien, daarvoor is economische groei nodig. Vooral in morele kwesties is Asscher altijd in zijn element. Als het bijvoorbeeld gaat over het gescheld op social media. Ik vind het heel laf als je anoniem op je zolderkamer mensen probeert pijn te doen. Over ronselaars voor de jihad. Dat we in Nederland geen zaaiers van haat, geen ronselaars op onze straten willen. Of antisemitisme. En dat is toch heel schokkend. Maar goed, eerst is de vraag of Asscher wel lijsttrekker wordt. Want binnen de partij heeft Samson ook nog heel veel steun. Ik vind dat hij het niet moet doen. Ik vind dat Diederik Samson gewoon lijsttrekker moet worden. Terwijl buiten de PvdA Asscher juist beter lijkt te scoren. Al kan hij, als hij het wordt, maar beter niet herhalen wat hij 2 jaar geleden op Lowlands deed. Alles komt terecht. Alles komt. We beginnen pas. We beginnen nu pas echt. Dank jullie wel.